Hoi allemaal. Vandaag zijn we weer eens gestart met een iets langere hike. Deze is, dacht ik, iets van een 26 kilometer. En het is de eerste lus van Expeditie Pilsen. Nu, wat is dat eigenlijk, lus 1? De stad Pilsen heeft 3 lussen uitgestippeld. Het zijn dit keer lange afstandswandelingen van 25, 26 kilometer. Elke lus vertrekt aan het stadhuis in Pilsen zelf en eindigt ook aan het stadhuis in Pilsen. Maar de 3 lussen hebben dus elk een apart gebied. Ik wil de 3 lussen achter elkaar doen. Dus 3 dagen, 3 lussen, 3 routes, oftewel Expeditie Pilsen. Ik hoef dus eigenlijk niet ver te gaan, want het is weer helemaal in mijn buurt. Ja, lus 1 is eigenlijk weer het Nationale Park. En het Nationale Park is voor mij niet direct een onbekende. Nu, de wandeling zelf is iets totaal anders dan wat ik normaal doe. Normaal gezien wandel ik enkel in de natuur. Zoek ik de plekken op, zoals inderdaad ook in het Nationale Park. Of zoek ik de plekken op in de Ardennen. Zodanig dat ik zo weinig mogelijk op de weg zelf moet komen. Deze keer gaat het dus iets anders in zijn werk en zal het een beetje een afwisseling worden van onverharde wegen met verharde wegen. Dus wat dat eigenlijk gaat geven, daar ben ik zelf ook heel erg benieuwd naar. Als je zelf interesse moest hebben in die wandelroutes, dan raad ik u aan om de website van Expeditie Pilsen te raadplegen. Ik zal die ook onderaan het filmpje, zal ik die er ook bij zetten. En dan kun je zelfs de route downloaden, of de GPX eigenlijk downloaden. De routes zelf zijn eigenlijk wel uitgepeild. Nu, om heel eventjes terug te komen op die lussen. Lus 1 is Nationale Park uiteraard. Lus 2 is Kunst en Kastelen. En lus 3 noemt Landelijk Schoon. Nu, ik zal niet zo onmiddellijk gaan filmen tussen de huizen. Enerzijds omdat men dat niet zo direct aanspreekt, maar anderzijds ook voor de privacy van de mensen. Dus ik film het vooral vanuit het natuurlijk. Dus ik film het vooral vanuit het standpunt van het zijn in de natuur. Nu ja, het Münsterbos doorkruisen zonder die zandvlakte te passeren, dat kan ik natuurlijk niet. Hè. Dus ik ga toch nog wel even een kleine omweg maken. Dat gaat waarschijnlijk wel maken dat ik wat meer kilometers dan 26,5 ga hebben vandaag. Maar dan nemen we het er graag bij. Thank you.
Dag jongen of meisje. Bye. Ondertussen zijn we al ongeveer iets van de 10 kilometer verder. Vandaag is het een beetje een wisseling tussen verharde wegen en onverharde wegen. Of fietspaden, dat kan ook. Gisteren had ik op de kop 30 kilometer gedaan. Gisteravond had ik zo spierpijn dat ik echt wel dacht dat ik vandaag niet meer de wandeling zou gaan doen. Maar 's ochtends was dat wel nodig, dus hier zijn we weer. Daar is een bord. Oké, ik merk dat ik een koersfout heb, maar we zitten alleszins in kleine spouwen. En we gaan ons terug omdraaien, want we hebben een afslag gemist. Op koers, oef. Wat een verschil met daarnet, jongens. Amai, wat was dat? Wat een lawaai. Hier is het echt wel weer terug. Rustig. We zijn nog niet ver weg van die weg en toch is het kalm. Dit is meer mijn ding. Oh, I'm ready. I've never been so sure, quite so steady. I'm gonna live my life to keep the promises I made. Even though I make mistakes, I know I'm ready. I found a heart that was just like mine. Yeah, I found a heart that was just like mine. It's the kind of love that can make you blind. And I'd do anything to see him smile. Oh, I'm ready. Never been so sure, quite so steady. Gonna live my life to keep the promises I made. Even though I make mistakes, I know I'm ready. Find a heart of my best friend. It's the kind of love that understands. He said he changed his life to be my man. So he bought a ring and took my hand. He says he's ready. He's never been so sure, quite so steady. He's gonna live his life to keep the promises he made. Even though he makes mistakes, I know he's ready. For better or for worse, he's gone.
Goedemorgen. Vandaag alweer de laatste dag. 2 keer verlof is echt wel omgevlogen. Woensdag zijn we nog eens een keer naar Dardenne gegaan voor een trailrun. Dat was al, ja, ik denk ongeveer 1,5 jaar tot 2 jaar geleden dat ik nog een trailrun in Dardenne gedaan heb. Nu, dat was best wel pittig. Dat stijgen, dat dalen, de kuiten hebben het geweten. Maar ik heb er echt wel van genoten. Op deze route een aantal plaatjes weggehaald zijn. Maar goed, ik de GPX nog hier heb opstaan. En daar zie ik opnieuw een plaatje hangen staan. Vandaag heb ik precies mijn dagje niet. Beetje een zeurende linkervoet. Ik denk dat dat nog wel een beetje een overblijfsel is van het trailrun van woensdag.